Little Ninjas is zodat de kinderen lekker bezig kunnen zijn met hun ding en doen wat ze leuk vinden. Spelen, een beetje stoeien, een beetje dingen leren. Vroeger was het normaal dat kinderen in bomen klommen en op straat speelden en dat soort dingen. En tegenwoordig zie je dat steeds minder, dat kinderen dat allemaal kunnen. Dus hij zei van ja, ik wil gewoon iets aanbieden waarbij die kinderen niet alleen vechtsport leren, maar ook bepaalde oefeningen doen. Zoals klimmen in de rekken, op dingen springen. Ik bedoel, ik heb hier vaak genoeg kinderen die het gewoon al vreselijk eng vinden om, weet je wel, op iets te springen. Dus dan ga je met je rug omhoog lopen en je gaat weer zitten en je gaat met je rug omhoog lopen. Ja? Hoe kwam je erbij om hierop te gaan? Door mijn broer, want hij zat ook bij vechtsport. Toen zei ik, ik wil ook ergens op. Ja, toen ben ik hier gekomen. Twee benen. Netjes af, men. Goed zo, Jolita. Netjes 10. In het begin zagen we een serie oefeningen. Waar zijn die oefeningen voor bedoeld? Je kan kinderen bijvoorbeeld zeggen van oké, ga maar opdrukken of wat dan ook. Maar om het leuk te houden, doe je bijvoorbeeld tikkertje. Je kan elkaar helpen door er onderdoor te kruipen. Dus eigenlijk wat ze leren is om vriendjes en vriendinnetjes te helpen door ze te bevrijden. En zo combineer je dan in één simpel tikkertje oefening verschillende aspecten eigenlijk. Natuurlijk hebben ze door wat ze worden moe, maar ze vinden het leuk. Ze blijven, kinderen zijn competitief en met alles eigenlijk halen ze dat er wel uit. Zoals we vandaag begonnen zijn met het circuit. Ze willen het beste eruit halen en ze doen allemaal hun best op hun eigen manier. Goed zo, Sam! Netjes hoor! Even uitleggen wat je net aan het doen was. Ik was net aan het sparren, grondsparren. En dan moet je iemand op de grond krijgen. En mag je alleen met je handen doen en niet slaan en ook niet schoppen. Ga je thuis wel eens Little Ninja doen? Ja, heel vaak met mijn broer. Wie is de sterke? Mijn broer. Maar wint hij met moeite van je of is het een makkie voor hem om van jou te winnen? Met moeite. Ik hoor allemaal olifanten-ninjas. Ik wil echte ninjas horen, hè? Nee! Ja, kijk, dat is iets stiller. Sa! Shi! Met de jab, hè? Met de jab. Wat voor verhalen krijg je van je zoon te horen, hoe hij het vindt? Ja, die vindt het helemaal geweldig. Merk je ook iets terug? Hij is wat zelfverzekerder geworden, dat is wel zo. Dat was hij in principe nooit. Hoe vindt je dochter het? Ze vindt het heel erg leuk. Ja, ze wil het nooit missen. Zelfs als ze zich ziek voelt, dan wil ze toch nog gaan sporten. Ja. Maar kom op. Fijne spelen.